Waar werk jij? En vind jij je werk zo tof dat jij een tatoeage van je huidige werkgever voor de rest van je leven op je arm zou laten zetten? Als het aan veel mariniers ligt, wel. Bij ons is de toewijding en verbondenheid onderling zo groot dat mariniers zijn voor velen van ons meer is dan alleen een baan. Eens een marinier, altijd een marinier. Het is een identiteit. Maar wie is de marinier eigenlijk? En wat maakt deze infanterie-eenheid van de Koninklijke Marine nou zo bijzonder dat er nog altijd veel mensen kiezen voor onze loodzware opleiding? Om vervolgens altijd en overal onder de zwaarste omstandigheden ingezet te kunnen worden. Ik ben Bert van Genderen, ik ben onderofficier en ik ben 26 jaar marinier. Wat is een marinier? Ja. Ik zou het eigenlijk echt niet heel goed weten. Het is toch iemand uit het leger, maar dan die meer op zee werkt en op schip? Omdat er veel misverstanden bestaan over wat nou een marinier is, beginnen we met een opfriscursus. Mariniers. Mariniers zijn zeesoldaten. Bij de vloot werkt men op en in het wapen. Schepen. Wij, de mariniers, zijn zelf het wapen. Oftewel infanterie-eenheden van de marine. En die zijn wezenlijk anders dan bij de landmacht. Het verschil? Vanaf het allereerste begin van hun opleiding worden mariniers getraind in, op en rondom het water. Goed kunnen opereren op die grens tussen land en water is onze expertise als mariniers. Met onze eigen taxi, oftewel twee grote amfibische transportschepen, bestuurd door onze collega's van de vloot, kunnen mariniers overal ter wereld worden ingezet. Onze lijfspreuk is dan ook Qua Patet Orbis, QPO, wat betekent zo wijd de wereld strekt. Deze spreuk komt niet uit 1930 of 1890, maar uit, hou je vast, 1665. Raadspensionaris Johan de Witt en admiraal Michiel de Ruiter vonden het destijds een goed idee om een permanente groep soldaten met zeebenen mee te nemen op de vloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De eerste mariniers waren al in staat om amfibische landingen uit te voeren in een vijandelijk gebied of om vijandige schepen te enteren. Iets wat wij nu nog steeds doen, bijvoorbeeld als er een containerschip wordt gekaapt door moderne piraten. Wat dat betreft is er na ruim 350 jaar nog weinig veranderd. Alle mariniers vormen samen het Korps Mariniers, de infanterie-eenheid van de marine, die nog steeds bijdraagt aan de veiligheid op en vanuit zee. En precies daarom zijn de vloot en de mariniers altijd sterk met elkaar verbonden. Vind je dit nu een leuke video? En wil je meer zien? Abonneer dan op ons YouTube kanaal. Los van de spannende geschiedenis en de expertise om op de grens van land en water te opereren, staan de mariniers ook bekend om hun snelle inzetbaarheid. Marinierseenheden zijn over het algemeen iets kleiner dan de meeste legereenheden en lichter bewapend, waardoor ze mobieler en sneller inzetbaar zijn. Als er acute conflicten of natuurrampen zijn, kunnen bijvoorbeeld eerst de mariniers worden ingezet. En komen later pas de massalere versterkingen vanuit andere eenheden op gang. De MSTU, ook wel de Marine Spearhead Task Unit, kan zelfs op elk moment binnen 48 uur wereldwijd worden ingezet. Is niet over het water, dan wel vanuit de lucht. Naast deze flexibiliteit kunnen mariniers ook voor langere periodes in de meest extreme situaties zelfstandig opereren. In hun opleiding worden ze geleerd zelfredzaam en innovatief te zijn, want improvisatie kenmerkt de marinier. Van ijzige kou op de Poolcirkel tot de tropische hitte in de jungle. In die levensgevaarlijke omstandigheden moet je blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Door als hechte groep te opereren, vergroot je de kans om de eindstreep te halen en je missie succesvol af te ronden. Als je ziet dat je bunny blijft liggen, uitdikken, dan moet je heel rap wezen, anders steek ik jou eruit. Ga niet ikken en de rest kan stikken. De groep. Ja, Jean. Snap je al een beetje waarom we zeggen eens marinier, altijd marinier? Mariniers zijn is niet iets wat je zomaar uitprobeert voor een maandje om dan vervolgens iets heel anders te doen. Nee, voor je wordt toegelaten moet je al een stevige fitheidstest doorstaan.
Daarna volgen 6 tot 9 zware maanden, waarin je flink gedrild wordt. De eerste keer in Texel moesten we in het koude water liggen. En dat viel op zich nog allemaal mee. Maar als je dat elke keer opnieuw moet doen, dan wordt het op een gegeven moment wel vervelend. Om als marinier succesvol te zijn, moet je beschikken over een ijzeren discipline, een uitstekende conditie, groot doorzettingsvermogen en vertrouwen hebben in jezelf en je kameraden. Maar het half jaar dat ik nu met hun ben geweest, heb ik vriendschappen opgebouwd waar ik met sommige vrienden 8 jaar over heb gedaan. Van oorlogsvoering en humanitaire hulpverlening tot geheime verkenningen en terreurbestrijding. De can-do-mentaliteit, snelle inzetbaarheid en sterke saamhorigheid van het Korps Mariniers maakt dat we klaar zijn voor de meest extreme missies. Om als Koninklijke Marine te beschermen wat ons dierbaar is, op en vanuit zee. Hopelijk begrijp je nu dat marinier zijn niet zomaar een baan is, maar een identiteit met kracht, verbondenheid en toewijding. It's a way of life.